250 maaltijdpakketten werden vandaag uitgedeeld bij de moskee op het Floresplein. Het gaat om maaltijden speciaal voor iftar, de eerste maaltijd die moslims eten na een dag vasten tijdens de Ramadan. Normaal is dat een moment om gezellig bij elkaar te komen, maar door de coronamaatregelen is dat moeilijk. De Islamitische Studentenvereniging DIN besloot de maaltijden daarom uit te delen aan alle mensen die het niet breed hebben. De maand Ramadan gaat er niet alleen om niet eten in de middag, maar ook gewoon om aan je medemensen te denken. Daarom delen wij deze voedselpakketten uit aan iedereen die wil. Benodigden kunnen hier komen, maar ook gewoon mensen die wat lekkers willen eten vandaag. Ik denk dat het belangrijk is om elkaar op te zoeken, vooral in deze moeilijke tijden. En tijdens de Ramadan wordt dat extra erg aangemoedigd. Dus de saamhorigheid staat echt centraal, maar vooral ook naar je medemens toe. Zodat we toch even die liefde kunnen doorgeven. Het mooie van dit allemaal is dat het echt in samenwerking met heel veel partijen is gedaan. De lokale groenteboer, de lokale supermarkt, de lieve buurvrouw die de snacks heeft gemaakt. Dus iedereen zoekt elkaar op om een steentje bij te dragen. En daaruit is dit mooie pakket gekomen. Nou, er zit in ieder geval een soepje in, harira, Marokkaanse soep. De cake van buurvrouw Fatima, Food Joy by Fatima, zeggen we ook wel. Er zit nog de bak in met eten. Hier zit rijst in met kip en groenten en wat dadels. En voor de vegetariërs hebben we ook in plaats van kip falafel. En nog een leuk visitekaartje van onze Islamitische Studentenvereniging, DIEM. United by DIEM, saamhorig bij DIEM. Dus dat is wel een vol pakket. Door corona is de Ramadan voor de tweede keer anders dan normaal. Nou, je gaat waarschijnlijk niet in de nacht naar de moskee toe om te bidden, omdat er een avondklok was. Maar ja, het is voor de rest is het ook weer dat je meer thuis met familie zit als je kan eten. Dus er zijn ook positieve kanten. Iedereen denkt, ja, ik wil helpen. Ja, ik wil iets doen. Mm-hmm. En vooral ook in tijden van corona zie je dat het nog sterker is dan voorheen. Dus dat is altijd leuk om terug te zien, ja.